Hoi allemaal en welkom bij mijn allereerste YouTube video. Het is vandaag woensdag en ik heb een aantal pakketjes binnengekregen. Dus ik dacht, het is wel leuk om die samen met jullie te unboxen. Dit is trouwens mijn outfit van vandaag. Het topje is van Naked en mijn broek is van Daily Paper. Ja, een aantal pakketjes waren dus vertraagd, dus die zijn niet binnengekomen vandaag. Maar ik heb er twee binnengekregen. Allereerst een super groot pakket van Villa. Dus die ga ik eerst even unboxen. Allereerst had ik deze jas uitgekozen. En dat is deze jas. En dan valt hij zo. Hij heeft hier bij de mouwtjes hele leuke details. En hier aan de zijkant heeft hij twee zakjes. Dan gaan we door naar het volgende item. En dat is deze paarse trui. Deze trui. Hij heeft hele gebreide mouwen met een soort patroon. En aan de onderkant loopt hij weer smal. En deze trui heb ik in een maat XS en was €34,99. Dan gaan we door naar het volgende item. En dat is dit truitje of vestje. Ik weet het niet precies eigenlijk. In een soort blauw turquoise-achtige kleur. En hij heeft parelknoopjes. En dit truitje heb ik in een maat XS en was €49,99. En dan het allerlaatste item alweer was het zwarte truitje. En dat is deze. En hij heeft aan de bovenkant van die ruffeltjes. En ook op de mouwtjes. En aan de onderkant. Dan gaan we door naar het volgende pakketje. En die is van Come Get Fashion. En daarvan heb ik een paar hele toffe boots ontvangen. En een jurkje. En dat zijn deze. Het zijn eigenlijk Chelsea boots. En dan de hoge variant. Die is echt heel mooi. En dan door naar het jurkje. Dit is een zwarte t-shirt dress. Ja, hij is nu nog best wel gekreukt. Maar hij is zeg maar gedrapeerd in het midden. Hoi allemaal, het is vandaag vrijdag en ik was gisteravond, zoals jullie konden zien, bij mijn jewelry event van de opening van een nieuwe boutique in Utrecht en hun nieuwe collectie, namelijk make-up collectie. En ik kon niet zo heel veel filmen, dus ik had alleen wat shots gemaakt. Maar ik heb dus een hele leuke hoodie bag mee naar huis gekregen. En dit is hun lijn. Dus die ga ik even aan jullie laten zien. Allereerst heb ik zo'n steen gekregen. En dat is dan voor je kaaklijn. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het werkt. Oh ja, ze liepen ook rond met een Polaroid camera. Dus ik was daar samen met een vriendin, met Alice. En dus hebben we een leuke foto gemaakt. En dan heb ik nog wat sieraadjes meegekregen. Dit zijn twee kettingen. En dan een grote box met nieuwe producten erin. Die ziet er zo uit. Daarnaast heb ik ook nog een heel leuk pakketje binnen van
different stores. Dus die ga ik ook even met jullie unboxen. Nou, allereerst heb ik dus dit hele leuke tasje mogen ontvangen. Deze is van echt leer. Ik heb hem ook al in het zwart. Die hebben jullie misschien op mijn Insta al voorbij zien komen. Maar ja, ik ben echt helemaal fan van deze tasjes. Ze zijn echt top. Nou, daarnaast heb ik ook nog twee kleding items mogen ontvangen. Allereerst dit beige colletje. En die doe ik dan in een broekje. En dat is deze. Ook in het beige. Dat vond ik wel een hele leuke combi. En dan samen met de tas en dat truitje erbij. En met die outfit ga ik zo ook gelijk shooten. Want ik ga namelijk zo met Hanna naar Den Haag om wat fotootjes te maken. Hoi allemaal. De afgelopen dagen had ik niet zoveel kunnen filmen. Maar zaterdag was ik dus met Miss World als verrassing gaan karten met z'n allen. Dus dat was echt super leuk. En gisteren ben ik een dagje met mijn broertje naar Drievliet gegaan. Dus dat was ook heel erg leuk. En die heb ik me net klaargemaakt. En ga ik zo met Han naar Rotterdam. Even wat lunchen en nog een fotootje maken. Dit was trouwens mijn outfit voor vandaag. En ik ben net terug uit de stad. Maar ik ga nu eventjes omkleden en dan zo met mijn vriend uit eten samen. Hoi allemaal, het is vandaag dinsdag en eigenlijk heb ik vandaag nog niet zoveel gefilmd. Omdat ik gisteren na het eten gaan lekker met mijn vriend ben blijven slapen. We hebben vandaag eigenlijk een chill dagje, we hadden gewoon thuis. En mijn vriend is nu naar Ajax, dus ik ga straks gewoon even wat eten in mijn eentje. En dan komt hij vanavond weer thuis. En dan blijf ik hier nog een dagje slapen en dan ga ik morgenmiddag weer naar huis toe. Dus dan zal ik weer iets meer voor jullie filmen. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en dit is mijn outfit van vandaag. Mijn trui is van Lovies, het rokje van een boutiqueje en mijn tas is van de Stradivarius. Bij deze wil ik graag de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken naar mijn allereerste weekvlog en hopelijk tot volgende week. Doei doei!